Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag weer voor jullie weer een spiksplinter nieuw deel van Prepper bouwen. In het deel van vandaag laat ik jullie even wat nieuwe dingetjes zien bij Mexico. Wat ideeën waar we erbij hebben gekregen. Verder ook een groot deel van de Dark Ride is toegevoegd. En zitten we een beetje vast nu met het restaurant voor Plantje, ons park. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik hoop in ieder geval dat jullie veel zin in hebben. Laat alvast even een duimpje omhoog achter als je zin erin hebt. En verder, kijk even in de beschrijving. Er zal een linkje zijn naar Kaas Hosting. Die hosten deze server namelijk. En dan krijg je 10% korting met de code vlekkeloos. Dus dat is wel zo mooi meegenomen. Dus ja, dan gaan we beginnen bij Mexico. We hadden vorige keer aan jullie laten weten dat wij graag een achtbaan wilden doen bij Mexico. Ondertussen heeft Carlo al een klein beetje een padontwerp uitgezet. Hij is daar nou nog wel een klein beetje mee bezig met wat voor soorten blokken die daarvoor moet gebruiken. Verder had hij de brug een beetje al wat gemaakt. Je zal zien dat hier dit stuk niet heel veel veranderd is. We zitten hier nog steeds een beetje mee vast met de piranha. Wat we daarmee moeten doen. Jullie hadden wel allemaal ideeën bijvoorbeeld met die skeletten dingetjes. En veel ja, feestelijke dingen allemaal. Alleen... Ja, het probleem is wel dat wij daar ook een beetje al aan hadden gedacht, behalve dat met die skeletten. Dan moeten we nog even kijken of we dat misschien kunnen doen. Maar op het moment lopen we hier nog een beetje mee vast. Wel had Carlo een leuk idee voor de achtbaan. Om het namelijk een boomerang achtbaan te maken. Ik zal even een plaatje in de video zetten wat voor soort achtbaan het is. Het is een beetje te vergelijken met de Speed of Sound van Walibi. Het is namelijk een achtbaan die dan een beetje zo loopt. Je wordt eerst helemaal naar achter getrokken, in ieder geval de kar. En dan ga je met een of andere schroeven en loopings ga je hier dan doorheen. En dan kom je hier uiteindelijk weer uit zo bij weer een andere baan die hier dan stopt. En waar je dan door de zwaartekracht weer mee wordt getrokken naar beneden. Ik zal gewoon even, het plaatje kan je het eigenlijk wel een beetje goed zien. Maar voor degenen die het al weten hoe de Speed of Sound eruit ziet, dan weet je eigenlijk al genoeg. Zo'n soort achtbaan wilden we er eigenlijk voor ja, gaan doen. Laat even weten of jullie dat een leuk idee vinden, ja of nee. En of jullie misschien andere ideeën er hebben. Want we kunnen ook bijvoorbeeld een wingcoaster pakken of een hangende coaster of wat dan ook. Laat het even weten. Dat is eigenlijk wat betreft Mexico. Verder gaan we dan eventjes naar Plantje. Want hier zijn wij namelijk bezig met een restaurant. Die komt namelijk over de brug heen. Hier aan de linkse kant. Daar zijn we al een hele tijd geleden mee bezig geweest. Alleen nu lopen we er een beetje op vast. Want ik wil eigenlijk wel graag dat dit een best wel een origineel gebouw wordt. En ook echt een gebouw dat er ook uitspat. Dus als jullie daar wat ideeën over hebben, laat het weten. Dit is het ontwerp wat nu of een hele tijd al staat. Ik moet zelf zeggen dat het ontwerp hier in mijn ogen nog niet helemaal af is. Wel een goed begin, maar nog niet helemaal af. Dus ja, hebben jullie ideeën daarvoor? Laat het even weten. We hebben ook op internet een beetje gezocht naar wat inspiratie ervoor. Is best wel lastig als je specifiek gaat zoeken naar restaurants. Maar ja, misschien dat jullie daarmee zouden kunnen helpen. Verder, wat betreft Doolhof, daar gaan we ook binnenkort weer mee verder. En jullie hadden als het goed is het plein al gezien. Voor het geval sommigen dat nog niet gezien hebben, zijn wat dingetjes toegevoegd. Dit is in ieder geval het pleintje wat het geworden is. Hier hebben jullie ook al wat... Oh, dit zijn in ieder geval de ideeën van aflevering 22. Dus ja, hier gaan wij ook binnenkort een grote vergadering denk ik ook overhouden. Is ook wel makkelijk om te doen. Omdat het nu heel erg druk is. Er hangen allemaal dingen in de lucht. En er zijn ook allemaal gebouwen die we eigenlijk nog steeds moeten gaan vervangen. En ook moet er hoogteverschil in gaan komen. Daar zou als het goed is Carlo mee bezig... of in ieder geval gaat Carlo mee bezig... Wauw, Carlo gaat daar in ieder geval naar kijken. Ja, verder, het gedeelte hier ben ik wel heel erg positief over. Vind ik wel in ieder geval heel goed met de zwanenbootjes. En ja, hier dit gedeelte moet nog wel allemaal nog aangekleed worden grotendeels en ook vervangen worden. Dus ja, dat betreft het plantje. Dus liefst, het zou wel super chill zijn als jullie wat ideeën kunnen achterlaten over het restaurant. Mag kleine ideeën zijn, mag andere ideeën zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een idee zijn dat we hier een of andere station inbouwen. Dus dat we bijvoorbeeld het, een beetje een restaurant pakken dat afgeleid is van het restaurant bij de Efteling bij de Ruigrijk. Dus bij de Python daar. Dat is een beetje zo'n restaurant slash station. Dat is ook wel gaaf. Die is super groot ook en er zitten wel leuke dingetjes in. Misschien zoiets. Laat even weten.
Dus dat betreft eigenlijk een plantje. En dan gaan we door naar de Viking Darkride. Want daar hebben wij een paar dagen terug een grote vergadering over gehouden. Wat wij namelijk daar willen gaan doen betreffende eigenlijk de hele Darkride. We hebben nu bijna alles gedaan. Eigenlijk is hij bijna helemaal klaar. Alleen zijn er nog een aantal dingen waar we nog goed moeten naar kijken. En waar jullie misschien wel ideeën voor hebben. Ik moet wel even erbij zeggen, het gedeelte wat je hier ziet hebben we uit een Lord of the Rings map gepakt. Om even voorbeeld te dienen van wat in ieder geval we in ogen voor ons ogen hadden om dat te doen. Ik zal het even van begin af aan even uitleggen van waar het veranderd is. Voor degenen die een beetje nieuw zijn hier, laat ik nog even iets eerder zien. De bedoeling is in ieder geval dat je met je bootje... Trouwens, ik moet ook even de ingang laten zien. Die is ook aangepast. Heeft Job een beetje aangepast. Want de ingang was eigenlijk echt te groot. En je had een niet zo goede aansluiting van het water op de ingang. En nu is dat dus verbeterd. Wel is het in ieder geval door mijn shaders een beetje donker hier. Maar in ieder geval is het nu dus een stuk verbeterd hier. Wat betreft de aansluiting op hier de ingang en het bootje. Misschien zou dit eentje, water misschien eentje lager kunnen doen of zo. Dat je wel nog net het idee hebt dat je boven het water zit. Dus daar moeten we nog even naar kijken. In ieder geval ga je hier dus door de grote grot heen. Dit hebben de meesten van jullie al gezien. Hier wat bootjes en hier kom je in ieder geval in het dorpje uit. Dan ga je snel, redelijk snel de kerk hier in. En met de kerk ga je onder de... ben even naam kwijt. Onder dingetjes door. De troon. Ja, ben even naam kwijt. Maar in ieder geval, je gaat dat onderdoor. En je komt dan in de kerkers uit. En hier bij de kerkers hadden wij... waren we eigenlijk tot hier gekomen. Dat je een brug hier had. En dan hier had je iets. We wisten nog niet wat. En dan kwam je hier. En dan ging je in zo'n... het is nu een beetje donker. Omdat het eigenlijk allemaal al een beetje opgevuld is. Maar hier kwam je in ieder geval zo uit... In een soort drop. Een beetje op de waterbootjes lijkt. En wij hebben nu dus als nieuwe hebben wij het volgende bedacht. Dat we je van binnen naar buiten gaat. Dus vanuit de kerkers ga jij hier bij de brug richting de buitenkant. Dus wat je nu moet voorstellen is dat hier een poort staat die naar de kerkers leidt. En dit is dus de voorkant van de poort. En hier is de achterkant van de poort. Dus dan ga je eigenlijk een poort uit en hier kom jij tussen, dus eigenlijk naar buiten. De bedoeling is in ieder geval dat hier aan deze kant een berg zit. Aan deze kant eigenlijk nog steeds een berg. En hier een beetje waterval of zo. Hier bij, bij deze balk komt waarschijnlijk een boot. We hebben nu ook een soort nieuw idee dat je een soort van boot gaat volgen. Die of in ieder geval een aantal keren tegenkomt of een beetje gaat volgen. Dat moeten we nog even kijken. En ja, die kom je hier dus in ieder geval weer tegen. En dan ga je dus hier een beetje dus buiten. Kamp van ontsnapte mensjes. Hey, leuk idee. Dat had ik nog niet gezien. En hier een kamp. Oh, goed idee. In ieder geval kom je hier dus met jouw bootje weer eventjes buiten tussen de bergjes in. Dan zie je dat de schipper even buiten ligt. En dan kom je hier weer de berg in. Het gedeelte hier dus... Dit is helemaal de berg van de kerker. Waarschijnlijk gaan we deze berg nog een heel stuk groter maken. Dan moeten we nog even kijken hoe dat het beste uitziet in de poort en zo. In ieder geval, je komt daar dus weer terug. Je gaat hier naar beneden. Zo, je komt door die splash. En je komt hier weer in de grot. En hier kom je dus uit in het stadje dat kapot was gemaakt, als het goed is. En hier kom je dus eigenlijk in hetzelfde stadje uit als waar je hier boven uitkomt. Alleen hier... hebben wij een soort iets gek idee. Of in ieder geval wat we hier moeten doen was een beetje... mijn eerste idee was dat je met je bootje boven... Of in ieder geval hier naar boven ging via het water. Maar dat was niet zo heel realistisch. Dus hier gaan we waarschijnlijk iets van een soort waterpoort doen die dan open gaat. En dat je dan hier doorheen gaat. En hier dit stuk zitten we te twijfelen wat we kunnen doen. Job had het idee om een beetje hier van die huisjes gewoon neer te zetten. Waar je dan tussen omhoog gaat. Ik vond het zelf een beetje te veel huisjes. Ik dacht zelf meer iets aan twee bergen waar je doorheen gaat. Met één of twee huisjes per kant erop of zo. Als een soort van bewaking. En dat je hier dan uitkomt in echt een grote stad. En die grote stad, daar kom je dan ook uiteindelijk. Daar eindig je dan ook.
Dus dit moet een beetje de grote stad voorstellen. Hier, dit gedeelte wordt of nog een of andere grote poort of zo. Dan moeten we even kijken. Sowieso het idee van de brug hier, dat je eronder doorgaat, dat blijft. Dat is wel leuk. En dan hier kom je in ieder geval uit in een of andere soort van kerk of zo. En dit is in ieder geval de uitgang. Ik zelf had een aantal ideeën. Want je ziet, er zit een flink hoogteverschil tussen het fort hier en het gebouw hier. Ik had zelf misschien een leuk idee, wat volgens mij niet zo vaak gedaan wordt in een pretpark. Het blijft een spel, dus misschien dat we een beetje onrealistisch kunnen doen. Dat je bijvoorbeeld uit je karretje stapt en dan in een soort van portal gaat. En dat je dan hier ergens bovenaan in één keer de portal eruit gaat. Omdat we ook een soort van idee hadden dat je in die drop een soort van gekke portalgang doorging. En dat je dan terug in de tijd ging ofzo. En dat je dan hier bij de uitgang weer terug in het heden komt. Of zoiets. We kunnen natuurlijk ook een heel erg trappenstelsel doen hier. Waarmee je gewoon weer naar boven komt. Dus ja, daar zitten we ook nog een beetje mee. Dus laat er ook even ideeën achter. Misschien hebben jullie nog wat andere toevoegingen voor de dark ride hier. Dit is in ieder geval waar we nu op het moment zijn. Je ziet dus, we zijn eigenlijk al bijna klaar met het ontwerpen ervan. Nou, natuurlijk moeten we wel nog allemaal het gaan bouwen. En dat zal waarschijnlijk het meeste tijd gaan kosten. Voor degenen die dit allemaal een beetje gek vinden met al die element blocks. Nou, dit is in ieder geval om alles te schetsen. Dus dan weet je in ieder geval dat dit gewoon puur allemaal voor de schets is. De grote kans is dat het niet zo heel erg goed is uitgemeten hier. Want je ziet, de huisjes hier zijn allemaal best wel klein. Waarschijnlijk wordt het allemaal net weer een stukje groter. Maar dat is in ieder geval eigenlijk wat ik vandaag aan jullie wilde laten zien. Dus wederom hebben we eigenlijk weer wat ideeën voor jullie nodig. Laat ook even ideeën achter voor toekomstige afleveringen. Willen jullie graag hebben dat ik een keer een vergadering van ons opneem. Of dat we een keer een stukje doen bouwen, dat we dat opnemen. Of wat dan ook. Laat het even weten. In ieder geval was dit de aflevering van vandaag weer. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Laat even een duimpje omhoog achter als je het leuk vond. Daarmee steun je deze serie ook gelijk. En laat ook even ideeën achter over dan Plantje, Dark Ride en over het restaurant voor Plantje, over Mexico. Met de achtbaan en de piranha en hier dan over de Dark Ride. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Ben je nieuw, vergeet niet te abonneren. Laat ook even achter wat je van de video vond en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.